Hans, ben je in de zaal? Dag Hans. Zullen we het even omdraaien, want anders kan ik jou niet volgen. Kunnen jullie even ruilen van plaats? Ja? Anders zie ik Hans helemaal niet. En dan kan jij ook gewoon in de zaal volgen, Ferdinand. Ik denk dat dit ook een goed moment is, meneer voorzitter Boris heeft het ook al genoemd, om even stil te staan bij de verzelfstandiging van de dovensport. Wij weten dat die wens al veel langer leeft binnen een groot deel van de dovensport. En toen die wensen ook op tafel kwamen, hebben wij die van harte ondersteund. En ik deel met Boris zijn mening dat wij op een hele prettige manier de verzelfstandiging hebben kunnen doorvoeren. We hebben dat in nauwe samenwerking gedaan. En we gaan graag die samenwerking in de toekomst ook aan. Niet alleen Gehandicapten Sport Nederland, maar ook het Fonds Gehandicapten Sport. En we willen graag de dovensport blijven steunen. Ik ben ook erg blij dat Jan hier naast mij staat. Ik heb met Jan weliswaar niet zo lang, maar een aantal jaren samengewerkt. En ken dus niet zijn gehele verdiensten voor de dovensport. Maar ik weet wel dat hij dat altijd met hart en ziel heeft gedaan. En ik ben erg blij dat hij hier ook even in het zonnetje gezet wordt. Hij heeft dat zelf ook gedaan als Gehandicapten Sport Nederland. En nogmaals ook Jan en Dini, die hier ook aanwezig is. Ik wens jullie een hele mooie en goede toekomst toe. En ik hoop dat jullie een prachtige invulling aan jullie leven kunnen geven naar het professionele bestaan. Dankjewel. Ja. Wauw, hé, wat ziet het hier anders uit? Dat is een zaal. Veel mensen. We hebben geen geluid. Klopt erop. Prachtig, hè? Ja, dankjewel. Jij ziet er ook heel mooi uit. Welkom bij de Deaf Sport Awards 2009. Hallo. Heel veel publiek. Naast me, Monica Versluis. Topzwemster met 4 Olympische medailles en de Olympics. Naast mij staat Wim Heemskerk. Hij is al oud voetballer en nog steeds een fanatieke voetballer, toch wel of niet? Nou, ik zie dat er heel veel mensen aanwezig zijn. Sporters, ouders, sponsoren, bestuursleden, iedereen van harte welkom. Zullen we gaan zitten? Nee, je kan niet. Nee, sorry hoor. Nee, je kan hier niet blijven zitten. Nee, kom op van die bank af. Waar staat hij dan? Nee, deze banken, daar kunnen wij gewoon niet op zitten. Wij moeten nu iets presenteren. Die sporters die hebben zo ontzettend hard gewerkt en die verdienen wel even een moment van rust. En die gaan daar zitten. Je hebt ook gelijk. Vanavond gaat het om de sporters. Die mogen op de bank. Meestal houden sporters niet van bank zitten. Vanavond is het een eer, is de plek weer even goed uitrusten. De zaal kunt zien, vanavond onze aandacht op jullie gericht. Wij zullen ons best doen om het programma te presenteren. Oké. Het was inderdaad een heel goed jaar voor sporters, dacht ik. En de KNDSB is nu dit jaar ook nog eens zelfstandig geworden. Heeft zich losgekoppeld van de Gehandicapten Sport Nederland. Echt zelfstandig, hè? Ja, prachtig. We waren er een onderdeel van. We hebben nu onze eigen organisatie ernaast. Nou, wat spannend. En laten we hopen dat we niet alleen zelfstandig zijn, maar dat er ook meer aandacht komt. Nou, ik hoop dat de successen die er waren zich verder kunnen handhaven. En laten we hopen dat het meer geld, meer sponsors met zich meebrengt, meer successen, meer ontwikkeling. En hopelijk, wie weet, ook meer medailles. Ja, maar waar hadden we nog meer aandacht voor, dacht ik, dit jaar? Ja, de Deaflympics natuurlijk. De Summer Deaflympics beginnen dit jaar. Daarvoor zijn waarschijnlijk ook een aantal genomineerden al in deze zaal aanwezig. Maar daar richten we onze aandacht nu niet op, hoor. Nee hoor, we richten ons op het afgelopen jaar. Aan de sportactiviteiten van dat jaar. 2008.
Vorig jaar hebben we de Olympische Spelen gehad. Dit jaar niet. Jawel, volgend jaar waren Olympische Spelen en Paralympics waren toen ook. Maar geen Deaflympics. Jawel, er was wel één doof persoon aanwezig bij de Paralympics. Jawel, eentje. Ja, echt makkelijk. Grote kans dat die straks hier ook staat hoor. Oh. Ja. En waarom staan wij hier nu eigenlijk? We hebben nog een programma toch voor vanavond? Een programma met 6 onderdelen. We beginnen met de stimuleringsprijs. Dan een prijs voor jeugdtalent. En dan? Ja, dan hebben we pauze. En dan krijgen we de sportvereniging. En dan de sportploeg. En dan na de pauze sportvrouw van het jaar en de sportman van het jaar. En dan zijn we aan het einde van een lange avond. Nou, maar ook spannend volgens mij hoor. Top. Zeg, hoe is de selectie tot stand gekomen? Ja, wie dat allemaal gedaan hebben, moet je eens gaan kijken. Het zijn 2 personen die dat geweest zijn. De jurycommissie, dat is Ilse van den Berg. Die had daar zitting in. Wil Ilse alsjeblieft even naar voren komen? Ja, de tweede persoon. En de tweede persoon was Bas Naaktgeboren, ook hier op het podium krijgen. Ik mis van 1 persoon. Is die er wel? Bas Naaktgeboren. Op het podium graag. Ja, daar ben je. Hey, misschien willen deze keer mensen ook wel zitten. Willen jullie zitten? Ja, ik hoef niet te zitten hoor. Jullie zijn exporters, dus het mag wel. Hi Ilse. Nou, jij bent mij heel goed bekend. We hebben heel lang samen gezwommen. Mm-hmm. En jij bent een voormalige topzwemster. En jij hebt 7 medailles weten te behalen. Ja, 7 zeg je. 6 toch? 7? Nou, ik heb ze helemaal niet bij gedaan hoor. Ik weet het niet. Maar zo jong wel? Ja, en ben je ook nog bondsrinnen, dacht ik? Van de KNSB? Ja. En wie staat naast jou? Naast mij staat Bas, wel de heer Naaktgeboren, voetballer, bestuurder. Verschillende bestuursfuncties, ook de erepenning verdiend. Komst uit Rotterdam. Feyenoord supporter. Toch? Ja? Ah, je hebt iets over Ajax? Nou, komen ze vandaan. Voor de play-offs. Oké, deze twee beide mensen wil ik even een vraag stellen. Jullie zaten in de jurycommissie, maar hoe zijn jullie tot de nominatie gekomen en dus de keuze? Zo'n 5 of 6 weken geleden kwam Henk Hartenveld om ons te vragen of wij bereid waren op te treden als selectiecommissie. En ik ken de doelgroep. En het leek me leuk om het met Ilse te doen, een leuke meid, dus hartstikke welkom. Ik dacht dat er ook meer mensen in zouden komen zitten, uiteindelijk hebben we het met z'n tweeën gedaan.